Dames en heren, hartelijk welkom hier weer in Rotterdam bij mij thuis. Live Facebook concert. Bonsoir, madame et monsieur en France. En Belgique. Dames en heren, in België van harte welkom. Meine Damen und Herren in Deutschland, herzlich willkommen hier. Good evening, ladies and gentlemen, all over the world. Warm welcome here in my home in Rotterdam. Live Facebook concert. We gaan op reis. U ziet een koffer staan. Een nieuw programma. We gaan meerdere programma's wijden aan dit thema. En we gaan verschillende landen bezoeken. Vanavond twee landen. En u zult twee volksliederen horen en muziek uit die specifieke landen. We gaan eerst bij onze zuidenburen op bezoek. In België. En ik heb een componist gezocht. Die hele leuke muziek geschreven heeft. Eén stuk, die kent u. De andere misschien niet, maar die is wel zo leuk. Dus we gaan maar snel beginnen. We gaan naar België toe. En voordat ik de Helene Polka van Lemmens ga spelen, zal ik voor u spelen het Belgische volkslied.
Ja, dat was de Helene Polka. En van dezezelfde Lemmens ga ik nu spelen de fanfare. Dat was echt zo'n stuk die vroeger, toen ik nog klein en jong was, weet ik van wat, met veel plezier speelde. En nog steeds, want het is gewoon hele leuke speelmuziek. En heel erg leuk om te beluisteren. De fanfare van Lemmens. Het tweede werkje vanuit België. Prachtig stukje muziek vanuit België. Dat was Lemmens. We gaan weer een stapje lager, zuidelijker. En we gaan naar Frankrijk. Nou, als je het over muziek hebt in Frankrijk, dan is het bijna onuitputtelijk om uit te kiezen. Ik heb gekozen vanavond voor twee orgelcomponisten. Eentje ligt mij zeer na aan het hart, die andere ook natuurlijk. Maar vanwege die ene uitspraak die hij ooit gedaan heeft van... Mijn orgel is mijn orkest. Dat was César Franck. En dat doet mij nog steeds heel veel deugd, omdat ik het zo leuk vind om transcripties te spelen. En van die César Franck ga ik straks... Ja, voor mij is het een van de mooiste stukken die hij gecomponeerd heeft. De Prelude, Fugue et Variation. Speciaal. Nee, niet voor orgel. Grappig eigenlijk. Want hij heeft het namelijk gecomponeerd voor piano en voor harmonium. En later heeft hij dezelfde bewerking van gemaakt voor orgel. Dus de Prelude, Fugue et Variation. Maar we gaan eerst luisteren, zoals ik er net begon met het volkslied van België, gaan we eerst nog luisteren naar het volkslied van Frankrijk, de Marseillaise. En ondertussen zal mijn vrouw Annelies naast me plaats gaan nemen, want ik ben met handen en voeten aan het orgel gebonden zo dadelijk met de komende twee stukken. Dus is het wel erg handig als de blaadjes omgeslagen worden, want anders wordt het een drama. Maar we gaan eerst luisteren naar La Marseillaise, het Franse volkslied.
Wat is dat toch mooi, hè? Prelude, fugue et variation van César Franck. Ja. En dan nu een spektakelstuk om er met de woorden van Heel Holland Bakt te spreken. Daarmee eindig ik deze livestream van vanavond. En het is het laatste deel uit de eerste symfonie, de eerste sonate van Alexandre Guilmant. De finale. Een zeer virtuoos werk. Als ik voor elke toets die ik indruk een euro zou krijgen, dan zeg je wel eens, dan zou je schat hemeltje rijk zijn. Zo'n werk moet je je maar voorstellen. Heel veel noten, een razende vaart achter elkaar gespeeld. Maar een geweldig stuk om te spelen en ook een stuk wat erg leuk is om te beluisteren. Dus luister naar de finale uit de eerste sonate, de eerste symfonie van Alexandre Guilmant en gespeeld op een orgel wat hem bekend was, een cavaillé-col. Daar komt hij.
een spektakelstuk, hè? Jongen, jongen. De finale van de eerste sonate van Alexandre Dumas. Ja, we zijn op reis gegaan. Vanuit Rotterdam vertrokken richting België. En we zijn in Frankrijk aangekomen. In dit geval in Parijs. Waar de reis verder naartoe gaat, dat weten we nog niet. Maar dat blijft een verrassing. Maar er komen prachtige landen voorbij met prachtige muziek. Dus het begin van de reis is gemaakt. Nou, dat was het voor vanavond. Morgenavond zijn we vanuit de Augustijnenkerk in Dordrecht. Samen met mijn muzikale vriendinnetje Anna Marchak. En Anna kent u wellicht, want als u naar André Rieu kijkt, dan ziet u Anna zeker ook, want die staat regelmatig op het podium naast de mooiste liederen zingen. En ook een aantal van die liederen die ze bij Rieu zingt, komen morgenavond voorbij. Dus vergeet niet te kijken. Morgenavond 19:30, live Facebook concert. Ja, voor vanavond zit het erop. En zoals elke avond mogen we tegen elkaar zeggen, er wordt voor u en voor mij en voor allemaal gezorgd. Als u begrijpt wat ik bedoel.